Dag, reviewvrienden. Hoe is het met jullie? Met mij gaat het naar omstandigheden wel oké. Maar goed, het leven gaat door. Dus ook Jantjes reviews. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmed je opgestuurd? Ik ben zo vreselijk benieuwd. Ach, wat leuk. Knakworsten. Ik kan jullie vertellen, ik heb helemaal niets tegen de knakworst. Er wordt vaak gedaan alsof de knakworst een beetje restproduct is voor kinderverjaardagen. De ouders die niet helemaal zin hebben om hun best te doen bij zijn verjaardag, die denk ik flikker een paar van die blikken in het nat en broodje erbij. Beetje ketchup en... Maar zo is het niet. Een knakworst kan een delicatesse zijn. Een goed, zacht puntje, sneetje bovenin, doe je het worstje in, als hij warm is, doe nog even onder de grill, zodat er een hard laagje op het broodje komt, daarna een beetje mayonaise, een beetje curry, alleen van Hella, een beetje uitjes en doe je zo in het mondje. Mooi, maar niet die van Unox. Ik heb altijd knakworst in huis, dat zijn die van Limco. De Limco knakworst is de allerbeste knakworst van de wereld. 100.000% waar. Deze zijn ook duur. Maar verdomde lekker. Het Unox-worstje is een stuk minder lekker dan die van Limco. Dus, ik ben hier niet gek op. Maar we gaan even kijken, want er zijn er drie. We hebben hier pittige knaks. Ik wist niet eens dat dat bestond. Maar dat vind ik dan wel weer leuk. Hè? Toch weer iets aparts om te proeven. We hebben hier runderknaks. Nou, ook gezellig. Beetje de normale knak. En wat hebben we hier? Ja hoor, vegetarische knaks. Waarom moet toch alles weer een vegetarische variant krijgen voor van die wortelknagers? Ik word er helemaal gestoord van. Het is tegenwoordig met alles zo. Alles moet divers. Alles moet lekker gek. Alles moet mannen in jurken. En alles moet vegetarisch. Het is niet mijn ding. Ik zou wel conservatief zijn. Ik zou wel een oude zeikert zijn. Prima. Maar knakworsten zijn niet vegetarisch. Hè? Als jij hebt besloten om geen vleesjes te eten. Wat allemaal mag. We leven in een vrije wereld. Hè? Het is jouw ijzertekort, niet de mijne. Verzin wat zelf. Bak een wortel. Eet een courgette. We blijven onze knakworst af. Mooi. Nou ja, ik moet ze even in het pannetje flikkeren. Want ik ga ze niet koud eten. Dus tot zo. Zo, ze hebben even lekker in het warme water gezwommen. Dus ze zijn warm en dat is wel lekker voor een worstje natuurlijk. Wat valt mij op? Nou, de couleur. Kijk, dit is dan de runderworst. Die ziet er een beetje smerig uit. Zie je dat? Die ziet er een beetje... Het is een beetje vieze kleur. En er zitten allemaal bobbeltjes en plekjes op. Het lijkt wel een knakworst met een lichte soa. Hele vieze structuur en vorm. De pittige ziet eruit als een normale knakworst. Dus de normale knakworst ziet eruit als een mislukking. En de pittige ziet eruit als een normale knakworst. Dus een compliment voor het uiterlijk van de pittige. En de vegetarische ziet eruit. Zoals meestal alles wat vegetarisch is, dit ziet er namelijk niet uit. Want dit ziet er een beetje goor uit. Ik zou even vertellen, waarom niet een beetje, ik zou zeggen, kleurstof om het op dezelfde kleur te krijgen. Nu ziet het eruit als hard geworden leverworst. Dat is niet de bedoeling. Maar goed, we moeten het proberen. We moeten proeven. Het is toevallig een review. Dus ik begin maar met degene die het meest smerig uitziet. Het runderworstje. Waarom ziet het runderworstje er zo vies uit, Unox? Waarom is het niet zo'n mooi velletje en een mooi kleurtje als de pittige? Waarom? Omdat... Is deze nog wel goed, joh? 2024. Het runderknakworstje ziet er niet alleen een beetje smerig uit. Hij is ook smerig. Gadverdamme. Lijkt wel kattenvoer. De vraag is natuurlijk ook, kan je knakworsten maken van rundvlees? Volgens mij moet daar gewoon lekker varkensvlees in zitten. Het zal weer dat halal gezeik hebben of niet? Hoe zit het eigenlijk met mijn
Limco's, met mijn top Limco's. Ja, helemaal bokvol met varkensvlees. Zo krijg je hem dus lekker. Wat zit er dan in die pittige? Helemaal bokvol met varkensvlees. Dus het varkensvleeswasje ziet er beter uit. Proeft ook beter, maar ziet er ook beter uit. Daarom is deze is een mooi hoesje. En daarom is die een beetje vies uiterlijk hoesje. Omdat het een rundje is. Ja. Dit worstje smaakt er veel meer naar krakworst. Nu al. Godskoleren. Dat is inderdaad een pittig worstje. Maar wel lekker. Het is een goed krakworstje. Goede smaak. Goede structuur. Van binnen smaakt het gewoon lekker naar krakworst. En het is een beetje pittig. Nou, dat is ook niet zo gek. Want het is namelijk ook een pittige krakworst. Gewoon goed. Niet lekker. Lekker. Ja. Dit is een beetje de GroenLinks onder de knakworsten. Je kijkt ernaar en denkt, nou, niet helemaal mijn clubje. Maar nu komt die. Wat zullen ze hier nou instoppen, hè? Van binnen ziet het trouwens ook uit als een leverworst. Wat zit hier nou in? Water, zo. Eipoeder, rijstbloem, zetmeel. Verdikkingsmiddel. Ja, dat slaat dus echt helemaal nergens op. Hier hebben ze gewoon allemaal troep in gepleurd om dat hoesje te vullen. Nou, een beetje kruidjes erbij. Kan ik zeggen, is het een lekker worstje? Nee, dat kan ik niet zeggen. Dit worstje heeft niks van een knakworst te maken. Het knakt ook niet. Hè? Dus net een ruggengraat van een GroenLinks'er. Het buigt alleen maar. En kijk hier, pats, snap je? Dat is de knakworst. Dit is de buigworst. Deze is alleen nog viezer dan die. Wat knap is. Rundvlees tegen zetmeel. Goed gedaan, hun ox. Tijd voor de cijfertjes en dat wordt een slachting. Het runder knakworstje van Unox is niet om te bunkeren. Het is vies. Het ziet er vies uit. Het smaakt vies. Het is goor. Nooit kopen. Dit is gewoon echt voor de zwerfhond op de straat een te min worstje. Deze is walgelijk. Deze is lekker, edel pittig. En dit heeft niks met de knakworst te maken. De runder knakworst krijgt van mij een 2. Verschrikkelijk product. Een 4 krijgt de vegetarische knakworst. Waarom een 4? Omdat het niet zo goor is als dit. Met dit gevoel heb je dus echt dat je denkt, nou, lekker, worstie, 4 jaar over tijd, had ik niet moeten eten. Nu naar de wc'tje rennen. Bij deze denk je, ik begrijp wel waarom ik geen vegetariër ben. Stinkt, is niet smaakvol, heeft niks te maken met de knakworst. Maar goed, die grijze types willen ook wat. Het varkensknakworstje, pittig, is de absolute winnaar. Die krijgt van Ome Jan een 7. Topspul. Oh ja, Limco krijgt altijd een 10.